Goedemorgen allemaal. Welkom bij de webinarweek, de laatste dag van de webinarweek. Vandaag gaan we het hebben over HR Tech en Flex. Dit is het tweede webinar van vandaag. De webinarweek is een initiatief van Werven en Siponomy. Alweer de vierde keer dat we de webinarweek doen met z'n allen. Vandaag is dus de dag HR Tech en Flex. We hebben al 4 dagen webinars erop zitten. Die kunnen jullie binnenkort allemaal terugkijken via YouTube, via de kanalen van Werven en Siponomy. Vandaag focussen we op HR Tech en Flex. Ik ben de dagvoorzitter Mark van Assema. En we gaan vandaag luisteren in dit webinar naar Bart Goossens van Native over de toegevoegde waarde van de Master Vendor. Dus Bart, kom er maar in, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Welkom Bart. Hier is, Dankjewel Mark voor de introductie. Ik krijg ook het stuur in handen, zie ik. Hartstikke mooi. Oké, succes. Dankjewel voor de introductie, Mark. En ik wil graag eerst beginnen met een korte introductie van mezelf. Je ziet de foto nog in beeld. Mijn naam is Bart Goossens. Ik ben binnen Native verantwoordelijk voor business development en implementatie. Ik werk nu 2 jaar bij Native. En hiervoor heb ik ruim 20 jaar gewerkt binnen de HR-sector. Om precies te zijn bij Randstad Holding en Manpower Groep. En in Manpower Groep was ik onder andere verantwoordelijk voor het MSP-label Tapfin. En heb in die hoedanigheid heel veel samengewerkt met Native. En zo is de overstap gekomen van Manpower Groep Tapfin naar Native. En welkom bij deze webinar, de toegevoegde waarde van de Master Vendor. Maar voordat ik daarmee ga beginnen, wil ik een hele korte introductieslide geven van Native. Dus 1 slide, deze. Ik wil kort even de cijfers gaan toelichten op deze slide. Te beginnen met 20 jaar ervaring. We bestaan 15 jaar. En waarom zeggen we om die 20 jaar ervaring? Omdat Native eigenlijk de vorming van Native eerder begonnen is dan 15 jaar. En dat is wel leuk om te vertellen. Want de 3 oprichters, Patrick Thiessen, Chris Neddermeijer en Leon Vet, de 2 eerste letters van hun achternamen, daar komt Native vandaan. Dat is ook leuk om te weten. Die hebben alle 3 gewerkt bij Kelly. En bij Kelly hadden ze bij een grote Master Vendor klant, Johnson & Johnson, een uitdaging op het gebied van operatie. En hoe ik de Master Vendor operatie met name kan structureren. En daar hebben ze een oplossing voor gebouwd. Niet wetende destijds dat ze eigenlijk een vendor management systeem aan het bouwen waren. Dus dat is wel leuk om te melden. Want zo is eigenlijk Native ontstaan. Want de heren zijn daarna voor zichzelf begonnen. Kort even de andere cijfers op deze slide toelichten. 190 programma's. En denk ik ook wel goed om aan te geven dat we 2 klantgroepen hebben. En ik besef me dat er ook de 2 klantgroepen in deze webinar aanwezig zijn. De eerste klantgroep zijn wat wij noemen de directe klanten. Klanten die beslissen om de HR-dienstverlening, bijvoorbeeld Master Vendor, of MSP-dienstverlening zelf te doen, maar willen wel een tool daarvoor gebruiken met verschillende drijfveren. Dat noemen wij directe klanten. En de 2e groep zijn de HR-partners, dus de grote bureaus, de bemiddelaars, die onze tool gebruiken om hun positie en hun propositie in de markt te versterken. Even terug naar de 3e bullet. We zitten in 7 landen, 1 land buiten de EU. En we zijn marktleider in Nederland, ook niet gek gezien die 20 jaar ervaring. De 4,3 miljard die slaat op in onze vakjargon spend under management. En dat wil eigenlijk zeggen dat is de omzet, noem het even de PMAQ, die door de 190 programma's gaat. En als laatste meer dan 100.000 freelancers in ons systeem. Nou, even terug naar de webinar, de toegevoegde waarde van de Master Vendor. Maar goed om eerst even te beginnen met wat is eigenlijk nou een Master Vendor? Wat is de definitie van een Master Vendor? Overigens een linkje die ik nog net in de vorige slide oversloeg, is dat u zult misschien denken, wat zijn dit, het is een aparte PowerPoint template. Dit is de PowerPoint template van Salesforce. Onze applicatie is gebouwd op Salesforce en dat biedt een aantal voordelen, waaronder rapportage, integratie en privacy en data security. Terug naar de definitie van Master Vendor. In een notendop is eigenlijk de Master Vendor een aanspreekpunt, één aanspreekpunt voor je Flex. Je ziet hem veelal in de industriële omgeving.
praktisch geschoolde mensen, lage uurlonen, hoog volume. En ook best wel een uitdaging voor de master vendor om dat operationeel gezien ook winstgevend te maken en te houden. Want er komt nog behoorlijk veel bij kijken om die master vendor goed op te tuigen. Daar ga ik zo direct nog even wat verder over door. De master vendor kun je eigenlijk zien als een van de stappen in het ondernemen van je volwassenheidscurve voor inhuur van flex. En daarvoor wil ik jullie meenemen naar een volgend plaatje, waarin jullie zien waar de master vendor in het Staffing Industry Analysts volwassenheidsroadmap staat. Misschien SIA heel kort even toe te lichten. SIA is eigenlijk een global HR research bureau, vooraanstaand, goede naam, die heel veel onderzoek doen naar het optimaliseren van inhuurflex. En zie het als een soort van Gartner voor de HR-business en voor de tooling-business. Die hebben dit plaatje ontworpen en eigenlijk helemaal rechts van het plaatje hebben ze het over Total Talent Management of Strategische Personeelsplanning. En dat zie dat als de stip aan de horizon waarbij een inhurende manager een resourcevraag heeft. En of dat nou vast of flex is, dat maakt niet uit. Het wordt geregeld. Het wordt marktconform geregeld, compliant geregeld. Dat is de stip aan de horizon. Daar zitten nog niet zo heel veel bedrijven. En de master vendor zit in het midden. En misschien even goed om naar links te gaan. Dat is uiteraard de onvolwassen fase. Een staffing industry analyst noemt het ook wel chaos. Decentrale inhuur. De eerste logische stap naar rechts is centralisatie van je inhuur naar voorkeursleveranciers. En de stap erna is de master vendor, waarbij vaak de grootste of de best leverende leverancier die rol krijgt. Dus ik wil dit plaatje even laten zien, zodat u kunt zien waar master vendor in het volwassenheidsplaatje staat. Na een korte inleiding over native en master vendor wil ik nu weer terug naar het onderwerp van dit webinar. De toegevoegde waarde van de master vendor. En ik besef me ook dat er in deze call twee, zoals ik net noemde, twee doelgroepen zitten. En dat is best wel een uitdaging om beide te raken, maar ik ga toch een poging wagen. En ik bedoel beide te raken, beide drijfveren en belangen van die doelgroepen te belichten. Zoals net al aangegeven, krijgt vaak de grootste of de best leverende leverancier de rol van de master vendor. En dat gaat vaak gepaard met 100% leveringsgarantie. En voor u als klant geen zorg over gekwalificeerde flexmedewerkers. Maar de vraag is, eigenlijk twee vragen daarbij. Eén is, die 100% leveringsgarantie, is dat nou de enige toegevoegde waarde? En twee, is dat überhaupt nog wel haalbaar met al die uitdagingen die ik net schetste, operationele uitdaging. En niet onbelangrijk, de arbeidsmarkt. Zal u niet ontgaan zijn, er is een schaarste aan talent. En daar wil ik even een paar slides over laten zien. De huidige arbeidsmarkt. Om te beginnen met een artikel wat me opviel uit de FD. Dat is toch wel een boeiende dat de FNV met een looneis komt van 5%. En vakbonden die staan natuurlijk voor de werknemers. En die komen nu met een eis van 5%. En sowieso vind ik het opmerkelijk dat de vakbond met een eis komt. En de hoogte van de eis, want dat laat ik u in het volgende plaatje zien. Dit is een gemiddelde contractloonstijging op basis van 12 maanden in 2018. Per sector. Nou, u ziet het in beeld. De 2,9 is de bouw en dat is de hoogste. En de FNV komt nu met 5%. Dus er is wel wat aan de hand. Noem het even in de cynische beweging van de arbeidsmarkt. De werknemer zit aan het stuur. En deze heb ik eruit gepakt. En waarom? Omdat in de onderste regel van het UWV tekstblok staat dat 1 op de 3 uitzendbureaus ervaart op dit moment schaarste. En ik heb ook al artikelen gelezen waarbij de uitzendbureaus genoodzaakt zijn om hun groeiambities voor 2019 aan te passen. Omdat de markt er wel is, maar het aanbod is er niet. En CBS die doet natuurlijk op dit vlak ook wat. En zij noemen dat zelf de spanningsmeter van de arbeidsmarkt. Nou, u ziet het zelf, het kruisje zit in het rechtsboven kwadrant, in het
gespannen kwadrant. Volgens mij zijn we het erover eens dat er een schaarste is, dat er een uitdaging op dat vlak is. FD, FNV, UWV, CBS. Ik vind dit wel een mooi moment om heel even naar een polvraag te gaan. En ik klik nu naar de polvraag in de volgende slide. Ik ga hem even voorlezen. Wat is het gevolg of risico dat een bedrijf loopt bij schaarste? En ik kan me voorstellen dat u meerdere opties wil aankruisen, maar ik wil toch vragen om er één aan te kruisen die voor u de hoogste prioriteit heeft. En ik stel voor dat we daar 10 seconden de tijd voor nemen. Oké, als het goed is, is er nu gestemd. Ik kijk ook heel even naar mijn hulptroepen, of er al wat bekend is. En dan kijken we met name even wat staat op plek 1. En sowieso dank u voor de stemming. Dit is toch wel een mogelijkheid om het wat interactiever te maken. Ik zie in mijn ooghoek dat nummer B het meeste aantal stemmen heeft. Dus op eerste plek staat. Bedreiging van groei. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is niet alleen bedreiging van groei van de HR-bemiddelaars in deze call, maar ook neem ik aan van de, wat wij noemen, directe klanten. En dat wordt in het UWV-artikel ook al genoemd, dat de bureaus daar toch wel een uitdaging hebben. En dan uiteindelijk de directe klanten ook natuurlijk. En dan zou je denken, in de tweede stap van SIA, voorkeursleveranciers, plus er meer voorkeursleveranciers bij. Dat zou de eerste logische stap zijn. En noem het even pragmatische stap. Nou, daar hebben wij wel wat ervaring mee. Dat wil ik met u delen. Wil ik graag door naar de volgende slide. Ja, wat werkt ons inziens niet? En daar hebben we ook al ervaringscases van. Meer voorkeursleveranciers als gelijkwaardig inzetten. En waarom werkt dat niet? Omdat er een gebrek aan exclusiviteit is. En dat zorgt uiteindelijk ervoor dat... Stel, u bent, even dan richten tot de bureaus in deze call, één van de 4 bureaus. Dan weet je dat er nog 3 andere bureaus zijn. En wat is dan de incentive om nog harder te gaan lopen of bijvoorbeeld met creatieve dingen te komen? Dus eigenlijk wat ik in deze slide ook wil zeggen is, die master vendor is zo gek nog niet. Maar laten we eens kijken naar de belofte van de master vendor. Dat is wel een mooie link, hè? Want wat belooft die master vendor nou? Noem het even in de volgende slide, de sales pitch. Wat belooft is eigenlijk zoveel mogelijk kandidaten conform de KPI's te leveren. Dus de kwantitatieve KPI's, de snelheids-KPI's, noem het even zo, de kwalitatieve KPI's. Op een compliant manier en marktconform. En... het linkje naar de spanning op de master vendor, noem het even de hoge operationele inspanning, het rennen van aanvraag naar aanvraag. Waar zit dan eigenlijk de toegevoegde waarde? En want als je dat allemaal bij elkaar optelt, 1 kan dit wel, dat staat in de slide, en hoe dan? En 2, die toegevoegde waarde die kan toch niet alleen in het leveren van 100% kandidaten en dan het liefst nog zoveel mogelijk kandidaten van uw eigen bureau. Dus waar zit dan eigenlijk die toegevoegde waarde? Ons inziens, en noem het even de master vendor, zou meer voor de kar moeten lopen, om het populair te zeggen. Dus uit het operationele te komen en ook tactische, strategische discussie met je klant te voeren. En dat kan alleen als je de regie in handen neemt. En de regie waarop? We hebben hier een viertal ons inziens belangrijke drijfveren voor de master vendor en uiteindelijk ook voor die directe klant. En de vraag is, als, dat is eigenlijk een retorische vraag, als een master vendor zich richt op het leveren van zoveel mogelijk kandidaten vanuit eigen geledingen en focust op alleen de 100% vervulling, dat gaat heel lastig worden. De link naar de arbeidsmarkt, de link ook naar de marge-uitdaging. Dus ons punt wat we willen maken is, wat ik eigenlijk wil zeggen is, proberen uit die operatie te komen en het inzicht te komen dat het anders moet. Gezamenlijk optrekken op een tactisch strategisch niveau, klant, master vendor, met deze 4 drijfveren als basis,
Ik heb in Zipcolumny ook een aantal blogs hierover geschreven, als u dit interessant vindt. En neem de regie, zeker voor nu, maar ook voor de toekomst. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, de economische groei is volgend jaar voorspelling 2,6%. Zeggen de specialisten op dat front dat die krapte alleen maar gaat stijgen. Dus eigenlijk heb ik een vraag over nu en ook met name de toekomst in een polvraag. En dat wil ik u meenemen naar de volgende slide. En de polvraag is, wat is voor uw organisatie het grootste aandachtspunt binnen u in uw processen de komende 6 maanden? Dus kijk in de toekomst of denk in de toekomst. Ik wil weer 10 seconden de tijd geven om deze vraag te beantwoorden. En hebben we de cijfers al binnen? Ja, 5, 4, 3, 2, 1. En volgens mij, ja, ik zie nu wat komen. Ik kijk al even op het scherm. Dat is een close call voor A en B. Dus B is op stip nummer 1. En A is 2. En ik kan me iets bij voorstellen dat de 100% vervulling misschien nog wel iets meer van die directe organisaties afkomt. En de A iets meer van de HR bemiddelingsbureaus, maar dat is een aanname. En C scoort het laagste. Dat vind ik wel persoonlijk een opmerkelijke. Als je kijkt nu door AVG, hele wet en regelgeving, DBA, AVG bedoel ik dan, maar ook met name het onboardingsproces, compliance. Maar goed, dat is uw stem. Laten we nou nog proberen wat meer handvatten te geven hoe de master vendor de waarde zou kunnen toevoegen. En daar wil ik u meenemen in een kwaliteitscirkel van Deming. Misschien bekend, dat model wordt gebruikt als hulpmiddel om een continue verbetering in een proces aan te brengen. Volgens de loop, plan, do, check, act. En laten we nou eens kijken hoe dat met een heel concreet voorbeeld voor een master vendor zou kunnen werken. Daar wil ik u meenemen naar de volgende slide. En eigenlijk gerelateerd aan de belangrijkste doelstelling van een master vendor, 100% vervulling. Stel, je zit in je plan, do, check en je komt tot de conclusie dat je op 98% zit. Dan kun je vanuit de check weten, oké, ik zit op 98%, dat is niet de doelstelling. Dus wat kan ik gaan doen? De act, stap in de cirkel. Bijvoorbeeld analyse, regio, waar komen mijn kandidaten vandaan? Misschien moet ik een andere regio gaan zoeken. Misschien moet ik wat met beloning gaan doen. Additionele leveranciers aanhaken. Om vervolgens de cyclus opnieuw door te lopen en hopelijk tot de conclusie te komen dat je tot een hogere vervulling komt. Een beetje instrumentele discussie, hè, maar u begrijpt wat ik wil zeggen. Dan kom je bijvoorbeeld naar 99%. Dan zou je de stap kunnen nemen in de cirkel. Eigen pool vergroten of de leverancier nog meer op KPI's te sturen. Nou, het punt wat we hier willen maken, als de master vendor echt de regie pakt en ook de tactisch-strategische discussie met de klant gaat voeren, dan kun je wel degelijk uit die operatie komen. Het klinkt hartstikke mooi, hè? Maar hoe zou je dat nou kunnen doen? Ik heb nu een paar keer geroepen uit de operationele modus te komen, gezamenlijk, hè? Tweede regie te nemen voor de kar. Ja, dat is mooi, maar hoe doe je dat nou? Ons inziens doe je dat met inzicht en transparantie creëren wat je aan het doen bent. En even het linkje naar hoe het vaak bij master vendors gedaan wordt. Met Excels. Wij hebben de ervaring. Ik heb ook mijn ervaring vanuit mijn 20 jaar Randstad en Manpower. De automatiseringsgraad is vaak niet zo hoog. En wordt vaak Excels gebruikt. Nou heb ik niks tegen op Excel, want het is een geweldig programma. Maar een Excel is ons inziens niet geschikt voor het transparant maken van de totale inhuurketen. Even het linkje naar mijn Manpower ervaring, waarin ik een aantal jaren bij Tepfin heb gewerkt en behoorlijk veel MSP ervaringen opgedaan heb. De laatste periode, de laatste 4 jaar in mijn Tepfin tijd,
gingen wij geen enkele MSP-ambitie meer aan zonder een vendor management systeem. Dat werd niet gedaan. En waarom niet? Je hebt heel bazaal geen inzicht. Je weet niet wat er gebeurt in de totale keten. Vanaf een inhurende manager naar de MSP, naar de leveranciers. En je weet niet waar je moet sturen. Je hebt geen inzicht. Eigenlijk is het bijna onmogelijk om dat te doen. Nou, bij TEP vinden in ieder geval de beslissing genomen. Dat gaan we niet meer doen. Zonder tooling geen MSP. En het is best wel een boeiende dat je met een master vendor omgeving toch heel veel Excel ziet. Dus ons inziens, maak de stap naar één te bepalen welke functionaliteiten heb ik nodig om uit die operatie te komen. En hoe past een goede tooling daarbij? En daar heb ik wel een slide over, wat onze visie daarop is. Of mijn visie. En dat geef ik weer in dit plaatje, waarin eigenlijk het vendor management systeem gebruikt wordt. En letterlijk vertaald is het vendor management systeem een leveranciersbeheersysteem. Dat geeft ook al aan wat het doet. Dus in master vendor, wat u in het plaatje ziet, heeft de regie, zit bovenop het inhuurproces. En vanaf de aanvraag tot en met de rapportage. En dus ook het aanhaken van andere leveranciers als voorbeeld. Die zijn helemaal opgenomen in de loop. Dus over de volle breedte en diepte weet je wat er gebeurt. Dus goed, er zit hier nog een animatie in. Want het onderste blok is eigenlijk toegang tot talenten. Dus vanaf de behoefte van de inhurende manager naar de master vendor die bovenop die hele keten zit. Heb je toegang tot talent in de onderste blokken. En de animatie is dat die onderste blok even wegvallen. Want een vendor management systeem kan meer dan alleen het uitzendperceel. Dat is eigenlijk wat ik wil laten zien. Het uitzendperceel hebben we nu alleen in beeld, waarin je als master vendor dus echt totale regie hebt. Rechtsboven, weer terug naar het cirkeltje. Plan, do, check, act. Het punt wat we hier willen maken is dat je eigenlijk al die honken in die kwaliteitscirkel bezet hebt, omdat je weet wat er gebeurt. Je hebt inzicht, je hebt een maximale digitale geïntegreerde ondersteuning. En de link naar de volgende slide is hoe kan er dat dan in de praktijk uitzien? Het creëren van maximale transparantie en inzicht in je keten. En dit is een voorbeeld waarin je als master vendor een plaatje ziet, waarin je een totaal inzicht hebt van je flex, niet alleen bij één master vendor klant, maar ook bij meerdere master vendor klanten. Want dat is ook een voordeel van tooling. Dat kun je vanuit een beetje een technische term, vanuit een multi-tenant gedachte, als master vendor kun je meerdere klanten hierop aanhaken en kun je dus over die meerdere klanten heen kijken. En dan zie je bijvoorbeeld dit plaatje van wat gebeurt er nou met mijn klanten op het gebied van inhuur. Hoe is die verdeeld over de verschillende disciplines? Dat zijn de blauwe balkjes. En je kunt er op down drillen. Dus eigenlijk begint dit met het creëren van optimaal inzicht en transparantie. En dan kun je pas bepalen of je programma optimaal presteert. Dan zit je dus in de checkfase. En dan kun je ook pas gaan naar de actfase. Als je weet wat er gebeurt en weet waar de pijnpunten zitten. We hebben nog een iets concreter voorbeeld aangehaald, om dat wat praktischer te maken. En dat is de link naar de volgende slide. Voorbeeld vanuit de schaarste. De struggle voor de 100% vervullingsgraad. Dit plaatje laat zien. Dat is de artificial intelligence optie die wij gebruiken van Salesforce. Dat je bijvoorbeeld rechts in beeld het aantal uren per week kunt variëren. En wat gebeurt er dan met de instroom van kandidaten? Een heel concreet voorbeeld. Als je dus de blauwe balkjes en minder uren kwalificeert. Of kwalificeert is niet het goede woord. Als je per positie minder uren in je zoekcriteria zet. Dan komen er een verdrievoudiging van de kandidaten uit. Dat is eigenlijk wat je in het balkje met 36 uur ziet staan. Die zit op de 16, 17 kandidaten. En het oranje balkje zit op 5, 6. Dus heel concreet kun je met de data die je hebt hele slimme analyses maken en voorspellingen laten doen in de toekomst. Ik wil meer instroom op mijn kandidaten hebben. Dus wat moet ik doen, beste Einstein?
En dan brengt mij tot de laatste slide. En goed om heel kort even een samenvatting te geven van de presentatie. Ik heb een korte intro gegeven van mezelf en Native. Natuurlijk stilgestaan bij de Master Vendor. De definitie van de Master Vendor, de drijfveer van de Master Vendor. Wil eigenlijk ook wel antwoord geven op de vraag van wat is de toegevoegde waarde van de Master Vendor? Nou, één, die is er sowieso, mits de Master Vendor de regie neemt en inzicht, transparantie creëert en de tactisch-strategische discussie met de klant gaat voeren en met wat wij noemen de leverancierspartners, om uiteindelijk tot die 100% vervulling te komen. En dat kan alleen als je het gezamenlijk met een goede tooling doet om je inzicht te creëren en de kwaliteitscirkel van Deming ook echt te kunnen volgen. Want dan kom je uit de regie. Dan kom je uit de operatie en dan kom je uit de regie. In de regie, sorry, Mark. Oké. Okay. Ik wil allemaal danken voor aanwezig te zijn. En ik wil doorklikken naar de volgende slide. Want vragen, en dan geef ik me even terug aan Mark. Als het goed is, zijn we allebei in beeld. Ja, heel goed, dankjewel. Bedankt voor je presentatie. Interessant om te zien wat inderdaad de volgende stap is van MSP naar Master Vendor. Ik denk dat je in verschillende stappen dat wel goed hebt laten zien. Ik heb wel een vraag hier die eigenlijk gaat over hoe groot is nu die stap voor een MSP-partij om naar een Master Vendor te gaan? Nou, wat je ziet gebeuren traditioneel in de curve van SIA is het eerste Master Vendor en dan de MSP. Maar dat kan ook andersom. Wat je wel ziet gebeuren is, het kan twee kanten op gaan. Ik zal de vraag zeg maar op twee manieren proberen te antwoorden. Wat je vaak ziet gebeuren is dat een organisatie eerst met een Master Vendor begint puur voor uitzendkrachten. Ja. En als zich dat bewijst, dan zou het een logische stap kunnen zijn om naar een MSP te gaan voor de meer professionals. Ja, precies. En voor de ZZP'ers. Ja. Maar het kan ook zijn dat het andersom gaat. Dat er eerst een MSP wordt ingericht voor de professionals. Ja. En dat uiteindelijk de organisatie zegt, ik wil de Master Vendor uit zijn krachten erbij pakken. Wel of niet in één programma. Ja. Dat kan beide. Waarin je wel vaak een iets andere besturing of workflow hebt. Want uitzenden is kort cyclisch. En professionals zijn vaak langere opdrachten. Ja. Dus dat betekent, het kan ook vanuit tooling perspectief goed ingericht worden. Maar het is een andere workflow, aan een ander proces, maar het kan in één geïntegreerde omgeving aangeboden worden. Precies, hè? Dus dat was mijn vervolgvraag inderdaad hierover. Als het gaat over de techkant, hè, want dat kan allemaal in een VMS zoals die van Native. Ja, dat klopt. En hoe groot is technisch dan de stap om het systeem anders in te gaan richten, zodat je daar naartoe kan? Hè? Dus wat betekent het qua implementatie als klanten zeggen, goh, we willen van de ene naar de andere constructie. Hoe lang zijn ze daar dan mee bezig? Ja, je vroeg hoe lang? Ja, hoe lang duurt een implementatie als je dat wil switchen? Kijk, ik zou sowieso even het primaire antwoord is, het kan vanuit tooling. Want vanuit, ik belichtte in de webinar de multitenancy. Dus je kunt zeg maar richting een master vendor partij of een HR bemiddelaar zeggen. We kunnen voor één specifieke klant noem het even de MSP inrichten voor professionals. Ja. Inclusief de uitzendkrachten. Dat zijn dan wel twee gescheiden processen. Maar ziet die bemiddelaar als vanuit de rapportageoptiek bijvoorbeeld, als één. Als één partij. En antwoord op je vraag hoe lang dat duurt. Dan zou ik. Wij hebben gemiddelde implementatieperiode tussen de 6 tot 12 weken. Okay. En antwoord op je vraag. Stel je hebt één van de twee programma's staan en je wil het uitbreiden. Ja. Dan zou ik die 6 tot 12 weken wel weer opnieuw nemen. Waarom? Omdat je moet wel weer naar je werk, naar je workflow of je workproces kijken eigenlijk. Workflow kijken moet ik zeggen. Want die is bij wat ik net zei, bij uitzending wel anders. Dus je moet eigenlijk kijken hoe het beste klant en haar echtpaar, hoe heb je het nu ingericht? En wat is je, noem het even populair gezegd, je happy flow? Ja. En dat moet je dan voor beide processen wel doen. Ja, dus het zit meer in de processen. Het zit, dat is tijd kost in plaats van in de techniek zelf. Even heel, heel praktisch. Hè. Het is eigenlijk een soort van brown paper sessie. Dat je gaat kijken, dit is je huidige proces. Dat is suboptimale, want anders kwam je niet bij die vraag. Ja. Hoe wil je optimaliseren? Ja. En dit is je happy flow. En hoe kom je daar? En dat heeft analyse en configuratie nodig. Zeker. Dat is eigenlijk. Oké.
Goed, dat was het denk ik voor dit webinar. Dankjewel Bart. Graag gedaan. We hebben vandaag nog 3 webinars op de planning staan. Je kunt je nog steeds inschrijven. Zo direct eerst Hugo-Jan Ruts en Niels van Berkel. Later Bas van der Hadert en Laurens Walling sluit vandaag en de hele week af aan het eind van deze dag om 2:30. Dankjewel voor het kijken en wellicht tot een volgend webinar. Dankjewel.